Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag 24 maart 2016. Dit is editie nummer 589, het bulletin van donderdag. Ik heb bij de Daily Minutes eigenlijk nooit het editienummer genoemd, maar dit is echt al de 589ste Daily Minutes die ik maak. De wekelijkse uitzendingen niet meegerekend en ook een serie Daily Minutes van 40 stuks die ik 4,5 jaar geleden alleen op internet verspreid heb, die tel ik daarbij dus nog niet mee. Een respectabel aantal eigenlijk als ik erover nadenk. Het lijkt minder. Ik ben vandaag een beetje laat, dus ik zal kijken wat er allemaal lukt. Gelukkig heb ik het deel 10 over de historie van de zendhobby al ingesproken. Als het lukt is er eerst de mosse, dan een stukje Domino EX44 bij 1500 Hz. Domino EX44 bij 1500 Hz. En vervolgens een plaatje in SSTV BW12. De collega's van Radio DARC, die vorig jaar net iets eerder dan ondergetekende met het uitzenden op de Korte Golf begonnen, beginnen vanaf dit paasweekend net als de Daily Minutes met data-uitzendingen. Radio DARC gaat een digitaal bulletin uitzenden in de modus MFSK 128. Radio DARC ging vrijwel precies een jaar geleden van start op zondagochtend op 60-70 kHz. Ze zenden ook nu nog uit vanaf 12 uur lokale tijd. De digitale uitzendingen vinden vooralsnog als test plaats om te kijken of het de luisteraars niet al te zeer afschrikt. De Deutschlandrundspruch, met wie de Daily Minutes samenwerkt, werkt ook geregeld samen met de redactie van Radio DARC en de website darc.de. Michael heeft ook diverse reportages voor het station gemaakt. Volgens de hiervoor genoemde website darc.de is er een probleem met de nieuwe Raspberry Pi 3. Het blijkt dat de nieuwste Raspberry Pi zich geregeld verrekent. Dit verrekenen komt bijvoorbeeld zo eens in de 5 à 10 minuten voor als de CPU lineaire vergelijkingen moet oplossen. Het probleem is dat de CPU van het computertje het te warm krijgt en dan fouten gaat maken. Er zijn drie oplossingen voor het probleem. 1. De klokfrequentie terugzetten van 1,2 naar 1 GHz. Het tweede is het in de instellingen verhogen van de voedingsspanning van de CPU. Dit beperkt echter wel de levensduur van de CPU. De derde mogelijkheid is om een grotere koelplaat met ventilator te plaatsen. Maar het ontbreken van een ventilator en andere bewegende onderdelen was echter juist altijd een van de voordelen van de Raspberry's. Ja, kom maar aan deel 10 over de historie van de zendhobby. We zijn met deze serie aanbeland bij het midden van de vorige eeuw. Het kan er echter geen kwaad om nog eens terug te gaan naar het allereerste begin. Want wie was nou eigenlijk die eerste radioamateur? De site electronicsradio.com probeert die vraag te beantwoorden. In de jaren kort voor 1900 werd er al druk geëxperimenteerd. Daar begonnen we deze serie mee. Mensen waren zeer geïnteresseerd in dit nieuwe fenomeen van het draadloos communiceren en er vonden zelfs openbare demonstraties plaats. Deze demonstraties waren er mede de reden van dat er buiten de wetenschap ook privépersonen zich met deze materie bezig gingen houden. Dit waren de latere zendamateurs. In de tijd dat er nog niets gereguleerd was, was er ook nog niet veel bekend. Ook wetenschappers worstelden vaak nog met hoe dat nou ging met die radiogolven, hoe het werkte en vooral waarvoor kun je ze gebruiken. Omdat iedereen zomaar een zender en een ontvanger kon bouwen en daarmee kon experimenteren, deden de mensen dat ook. Het is echter moeilijk om vast te stellen wie de eerste amateur nou echt was. Onder andere omdat er mede vanwege het ontbreken van vergunningen ook niets werd vastgelegd. En wanneer ben je een zendamateur? Als je alleen uitzendt of moet je daarvoor ook een verbinding hebben gemaakt? Het eerste amateurradiostation dat op schrift bewaard is gebleven was dat van M.J.C. Dennis uit Londen. Dit was in 1898. Dennis hoorde over de experimenten van Marconi en als gevolg daarvan bouwde hij zijn eigen station bij Woolwich Arsenal in Oost-Londen. Dennis claimde dat hij de eerste niet-beroepsmatige radiostation wereldwijd was en bij gevolg zou je kunnen stellen dat hij de eerste radioamateur was. Er was niemand die bestreed dat hij dat was, wat zijn stelling nog extra kracht bijzet. Dennis had later als call DNX, Delta November X-ray, ja, er waren nog geen reguliere calls zoals we die nu kennen, later verhuisde hij naar Ierland, waar hij onder de roepnaam Echo India 2 Bravo werkte, waar hij bovendien de reputatie had dat hij ook de eerste zendamateur in Ierland was. MJC Dennis was in zijn bestaan ook nog de eerste voorzitter van de Ierse amateurvereniging Irish Radio Transmitter Society, IRTS. In the early hours after the tsunami, it was ham radio that was on the air, saving lives. When Florida was ripped by hurricanes, the hams were there. In the critical moments after the attack of 9/11, it was the hams who coordinated emergency messages. When disasters strike, the hams are ready. Ham radio works when other communications don't.
Daily Minutes zijn dagelijks om 1900 uur te beluisteren op PI2NOS en 's ochtends om 10:30. Verder zijn de uitzendingen onder andere te beluisteren op youtube.com/PA0ETE. Aanvullende informatie bij de uitzendingen is te vinden op www.pa0ete.nl. Mail verder gerust je tips, commentaar en desnoods prietpraat naar x-xdv.me. Laat jij wel eens een lange break? Jazeker, ik laat geregeld een lange break. En waarom doe je dat dan? Nou, dat de Echolink-gebruikers ook een beetje lucht hebben. Ja, geef de Echolink-gebruikers lucht.